en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug met weer een nieuwe adventkalender. Ik was eigenlijk van plan om ermee te stoppen, maar een heleboel van jullie zeiden onder die video van Sarah, nee, ga door, wij vinden de adventkalender superleuk. Dus nou staan er weer twee op de planning en vandaag gaat het over de Essence adventkalender. De Essence adventkalender, het heeft me eventjes gekost om hem te vinden. Ik kon hem niet vinden in de kruidvat en al die dingen. Ik ben echt naar winkels gegaan en kon hem gewoon niet vinden. Maar nu had ik hem eindelijk gevonden online bij de Ethos en had ik hem echt gelijk besteld, want het is weer lekker een betaalbare kalender en ik weet dat jullie ervan houden als iets betaalbaar is, dus je hoeft niet veel geld te besteden aan deze kalender en dat is helemaal top. Ik ben ook weer super benieuwd wat erin zit. Zoals altijd heb ik niet gekeken online wat erin zit. Ook achter op de kalender staat ook wat erin zit, maar daar kijk ik altijd echt absoluut niet naar, want ik wil altijd soort van worden verrast samen met jullie in deze video. Dus als je niet wilt weten wat erin zit, is deze video niet geschikt voor jou. Als je toch mijn mening wilt weten, maar niet wilt weten wat erin zit, spoel dan gewoon even door naar het einde van de video waarin ik vertel wat ik van de kalender vind. Dus ja, dat is wat we vandaag weer gaan doen. Hopelijk vinden jullie het weer leuk. Vind je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, ik heb weer een heftig herfstlookje op, zoals je kunt zien. Ik heb ook kleurlenzen in. Mijn kleurlenzen zijn van Alice Lenses. Al mijn kleurlenzen zijn altijd vandaar. En dit is de kleur Genève, als ik het goed uitspreek of zoiets. Maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving, mocht je de lenzen ook willen. Wat heb ik op mijn lippen? Zoals altijd mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. En die heb ik gematcht met deze Huda Beauty Lipstick in de kleur Staycation. Is een hele mooie nude kleur. Dit is echt mijn favorite nude lipstick. I love it. Dus dat heb ik nou op mijn lippen. Dan hoef je dat niet meer te vragen. Maar goed, het gaat vandaag niet over mijn make-up, maar over deze kalender. Dit is dus de Essence Ho Ho Home for Christmas adventkalender. Hij is slechts €20. Lekker betaalbaar. Maar ja, we verwachten niks anders van Essence. Essence is altijd heel betaalbaar. En ik hoop gewoon echt dat deze kalender het waard gaat zijn. €20 is toch wel weer gewoon wat geld. En je wilt niet dat je je geld verspilt. Dus wij gaan deze vandaag unboxen. Hij is best wel licht. Hij is wel groot. Gewoon dat grote adventkalenderformaat die we gewend zijn. Ik vind hem wel heel erg mooi. Ik wilde de achterkant laten zien, maar dat ga ik niet doen. Want daar staat op wat erin zit. Dus ja, en de kwaliteit is gewoon zo cheap as kwaliteit. Beetje net als de Action kalenders. Daar heb ik ook een video over. Ik heb al een heleboel video's gemaakt over een heleboel kalenders. Dus mocht je nog andere willen zien, ze staan allemaal op mijn kanaal. Ik heb zowel betaalbare kalenders unboxed als duurdere. Dus ja, je bent wel even zoet als je die video's nog niet hebt gezien. Maar goed, laten we gewoon gaan unboxen. Volgens mij hebben we gewoon weer 24 vakjes. En je kunt denk ik gewoon dit openen. Ja, kijk. En dan heb je hier gewoon de hele kalender. Ik ga dit er wel eventjes afscheuren, want dat is makkelijker met de kalender vasthouden. Nee, ik kan ze er niet afscheuren, want hier staat ook gewoon een getal. Dus ik denk dat hier ook iets in zit. Ik kan de twee flapjes er dus niet afscheuren, want die hebben gewoon iets te maken met de kalender. Nou, let's begin jongens. Ik ben weer super enthousiast. We gaan beginnen met vakje 1. Die is hier. Hopelijk gaan de vakjes gewoon makkelijk open, want ik heb geen zin om mijn nagels te verpesten. We hebben een soort van witte poeder of zo. Ja, we hebben hier een mini versie van hun matte fixing poeder. Deze hebben ze gewoon in het iets groter. Maar ik vind het ook wel leuk dat ze een andere verpakking hebben gedaan. Ze hebben de verpakking echt zo versierd. Dat vind ik wel heel leuk. Normaal zie je dan gewoon een mini versie van het exacte product die al bestaat. Maar hun hebben toch wel iets anders gemaakt door het een beetje een kerstverpakking te geven. Dat vind ik wel leuk. Matte poeder is altijd fijn, vooral voor mensen met een vettige huid. We gaan verder met nummer 2. Die is hier. Die is volgens mij best wel groot. Ik weet niet wat het is. Mini lipsticks. Oh, ik ben benieuwd jongens. Dit zijn mini lipsticks, staat erop. Ook leuk, zo in zo'n klein verpakkingje. Dat geeft een beetje dat verrassingseffect. Oké, dit vind ik wel echt heel erg cute. Kijk even hoe cute deze twee mini lipsticks zijn. Ik vind ze ook niet heel erg klein. Ze zijn op zich nog best wel groot voor mini lipsticks. En je hebt dus een rode kleur, een fel rode kleur heeft hier een naam. 02 Spread the Love. En een beetje een meer mauve nude kleur. En die kleur heet 01 Feel the Magic. Ik kan het ook echt appreciëren dat ze twee kleuren in één dagje hebben gedaan. Normaal wordt het dan echt zo gewoon één kleur gedaan per dag en dan komt de andere kleur op een andere dag. Dus ik vind het wel leuk dat ze gewoon allebei de kleuren hebben gedaan op één dag. Heel erg leuk dit. Waar is nummer 3? Zoals velen van jullie al weten, ga er maar vanuit dat ik een aantal ga vergeten, want zo gaat het gewoon altijd. Hier is nummer 3. Het ziet er een beetje uit alsof hier een lipstick of zo in zit. Oh nee, een mini pincetje. Dus weer zo'n opvulproduct. We hebben een heel klein mini pincetje. Hij is wel echt heel mini. Ik weet niet hoe
gebruiksvriendelijk dit gaat zijn. Maar ja, bij 20 euro adventkalenders kun je er altijd wel van uitgaan dat er een aantal opvulproducten in zitten. Nummer 4 is weer lekker groot. Ik word altijd enthousiast als een vakje groot is. Al zegt dat niet altijd dat er iets goeds in zit. Nee, dit is dus wat ik bedoel. Hij is groot, maar er zit niet per se iets leuks in. We hebben van die stickertjes voor op je nagels. Oké, kijk, van die kerststickertjes om je nagels een beetje op te pimpen. Oh, in elk vakje staat ook een kleine soort tekstje. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Oké, dat vind ik wel cute. Nummer 5. Waar is nummer 5? Die is hier ook weer lekker groot. Wat is dit? Gift tags. Als je dus een cadeautje geeft aan iemand, dan is dit zo'n gift tag die je eraan kunt hangen. En dan kun je daar opschrijven from me, for you of gewoon een klein leuk tekstje of whatever. Ja, ik gebruik dit niet echt, maar het is wel heel leuk voor de mensen die heel veel cadeaus weggeven om dan dit ook zo erbij te doen. Maar het is wel een beetje een opvulproduct. Oké, nummer 6 is hier. Die is lekker lang. Ik hoop een mascara of zo. Essence mascara's zijn altijd zo goed. Oh my god. Oh, we hebben een kwastje. Kwastje is altijd handig om te hebben. Kijk, het is een oogschaduwkwastje en helemaal zo kerstachtig versierd. Heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze alle producten zo kerstachtig hebben gemaakt. Helemaal zo leuk versierd. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dit is best wel gewoon een fijn kwastje. Zo ziet hij eruit tenminste. Ik weet niet, ik heb hem nog nooit gebruikt. Maar hij ziet eruit als een fijn kwastje. Dus dit vind ik best wel een leuk product voor in een adventkalender. Nummer 7, waar ben jij? Nummer 7 is hier zo verstopt. Het is lekker lang en dun. Ik hoop wel dat we ook nog wel iets van full size iets erin krijgen ofzo. Oh, een potloodje. Natuurlijk. Dat moet in elke kalender. Een eye pencil. Een zwart oogpotloodje. Dat zit echt in like elk betaalbaar adventkalendertje. Dit is een zwart oogpotloodje. Die heb ik al genoeg. Dus alles wat ik niet gebruik, by the way, gaat of naar mijn moeder of in een winactie. Het meeste gaat in een winactie. De volgende winactie komt in december. Nummer 8. Die is hier beneden. Handcreme. Ja, jongens. Ik gebruik nooit handcreme. We hebben een Essence handcreme. Deze gaat denk ik gewoon in een winactie. Of als mijn moeder een mail mag zijn hebben. Maar we hebben een handcreme. Wel lekker veel product. 25 milliliter. Dat is wel gewoon een goede hoeveelheid aan handcreme. Zijn er echt mensen die blij zijn met handcreme? Let me know als jullie bestaan. Want ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die handcreme krijgen. En dan iets hebben van, oh ja, dit vind ik heel fijn. Let me know. Nummer 9 is hierboven. Een nagellak. Ik gebruik geen nagellak, want ik heb acrylnagels. Dus nagellak gaat altijd, bijna altijd, automatisch in de winactie. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Zo bronzieachtig en zo glitterig. Mijn arm is gewoon moe van het vasthouden van de kalender. Nummer 10, die is hier bij dit huisje. Oh, we hebben de full size mascara. Yay! We hebben de I Heart Extreme full size mascara. Essence mascara's zijn altijd zo fijn. Deze mascara komt me wel bekend voor, maar ik kan me niet meer herinneren of ik hem echt heb gebruikt of niet. Als iemand hem heeft, let me know wat je ervan vindt, want ik ben best wel benieuwd. I Heart Extreme volume mascara. Ik hou altijd van volume, want ik heb de meest slechte wimpers die erop staan. Dus ik wil altijd lekker veel volume. Dus hier ben ik heel blij mee. We gaan verder met nummer 11. Die is hier. Die is ook weer best wel groot. Het is een armbandje. Voor jonge meiden is het wel iets leuks hoor. Voor mij niet per se. Maar het is zo'n armbandje die je ja, om je pols kunt doen, obvious. Voor jonge meiden is het wel iets leuks. Voor de volwassenen onder ons denk ik niet zo. Of misschien heb je een kind, dan is het leuk voor je kind. Nummer 12 is hier. Ziet er ook weer uit als een soort van lipstick formaat. Dus ik hoop op een lipstick. Ik hoop gewoon echt op een lipstick. Ik hou altijd van lipstick. Geen lipstick, maar wel een lipballen. We hebben een lipballen. Oeh, hij is zo oranje. Er staat erop dat hij van kleur verandert. Oh, de dop viel. En ook weer in de leukste kerstverpakking ever. Er staat op dat er vitamine E in zit. Dat is goed voor je lip. Maar hij verandert van kleur. Welke kleur wordt hij dan? Ik denk dat hij zich aanpast aan de pH-waarde van je lip ofzo. Hij wordt een beetje rozig. Kijk. Ik vind de kleur wel mooi. Een beetje zo roze groot. Ik ben altijd wel blij met lipbalmpjes. Want mijn droge lippen, die moeten echt lipbalmpjes hebben. Oké, waar ben ik gebleven? Wat was dit? 12. 12. Dus we gaan nu naar 13. 13 is dus zo hier in dit flapje. Ik vind het wel apart dat er in het flapje iets zit. Wat moet dan hier in hemelsnaam zitten wat zo dun is? Gezichtsjuwelen. Helaas is Halloween al voorbij. Anders had ik het kunnen gebruiken voor een aantal Halloween looks. Maar deze ga ik wel houden, want misschien komt er nog een look of zo, weet ik veel, voor Valentijn, carnaval, weet ik het, waarbij ik deze kan gebruiken. Dus ondanks dat dit niet echt een geweldig product is, is dit wel iets wat ik bewaar en vast wel ooit ga gebruiken ofzo. Nummer 14 is best wel klein, het is zo'n klein vierkant vakje. Een puntenslijper. Oh.
kan het zelfs niet, jongens. Zelfs de puntenslijper is heel leuk versierd. Kijk even dit dan, jongens. Ik vind de puntenslijper altijd fijn. De puntenslijper die ik nu gebruik, die is helemaal vol, by the way. Die heb ik ook gekregen in een adventkalender. Dus ik gebruik dit altijd wel, om eerlijk te zijn. Ik vind het ook altijd belangrijk bij een puntenslijper dat die dicht is. Dus sommige zijn zo open en dan moet ik heel erg gaan puntenslijpen boven een prullenbak, allemaal gedoe. Dus ik vind het fijn dat die dicht is. Dus deze ga ik wel echt gewoon gebruiken. En ik weet weer niet waar ik ben. Oh, wat erg dit. Oh, 14 was dit. Nummer 15 is de volgende. Een topcoat voor nagellak. Oké, jongens, ik ga jullie nou even iets vertellen. Dit is een topcoat voor nagellak. Mini High Gloss topcoat. Is zo'n glossy topcoat die je dan op je nagels moet doen. En dan wordt alles zo heel mooi glossy. Mijn nagels doe ik niet, want ik heb acryl. Dat heb ik al verteld. Maar mijn teennagels doe ik wel altijd zelf. Want ik kan er niet tegen als iemand aan mijn voeten zit. Dus die doe ik altijd zelf. Ik gebruik altijd gewoon random nagellaks van whatever. Maakt me allemaal niet uit. Maar ik gebruik altijd een base en een topcoat van Essence. De Essence base en topcoats, jongens, nu even gewoon allemaal kopen. De nagellak op mijn voeten blijft no joke gewoon 3 maanden goed zitten. Ik moet ze steeds opnieuw doen. En dat is puur en alleen omdat mijn nagels groeien. En ja, dan heb je gewoon weer uitgroei. Maar de nagellak blijft letterlijk gewoon helemaal goed zitten. Sinds ik de base en de topcoat gebruik van Essence. De base coat moet dus onder je normale nagellak en de topcoat erop. En it's really a life changer. Sinds ik dat gebruik. Ik hoef gewoon letterlijk maar 1 keer per 2 of 3 maanden als mijn nagels weer zijn gegroeid. Ze weer pas opnieuw te doen. En de nagellak gaat er gewoon niet af. Dus mensen, deze topcoat gebruik hem. En ook de basecoat. Allebei amazing. Nou, dat was heel even mijn speech. Graag gedaan, alvast. We gaan verder met 16. Die is hier beneden weer best wel groot. Oeh, voor de wenkbrauwen. Wenkbrauwpoeder. Op zich is dit echt best wel een handig product als jij wenkbrauwpoeder gebruikt. En je hebt ook 2 kleuren voor mensen met blond haar, de lichte. En wat donkerder haar, de donkere. Oké, dit is oprecht gewoon een best wel fijn product. We gaan verder met nummer 17, die is erboven. Haarelastiekjes. We hebben haarelastiekjes. Woo. Nummer 18, die is hier beneden aan de linkerkant. Die is best wel groot. Glitter. Ik hou van glitter. Wat is dit? Glitter liptopper. Voor de lippen. Ik weet niet hoe mooi zo'n kleur gaat zijn op de lippen. Ik ga hem gewoon even swatchen op mijn hand. Oeh, het is wel heel glitterig. Kijk even hoeveel glitter dit is. Dit is toch niet mooi op je lippen? Doe eens even normaal. Ik denk dat zoiets echt prachtig was geweest op je ogen. Maar op de lippen zal ik het gewoon even aanbrengen op mijn lippen. Oh my god, super heftig dit. Kijk, misschien als je het gewoon zo uitsmeert, dan wordt het minder. Het zijn best wel grove glitters, maar je voelt ze niet op de lippen. Oké, nou vind ik het op zich best wel mooi eigenlijk. Trouwens, ik vind de glitters iets te grof. Ik weet niet echt of dit mijn ding is. Ik vind het ook heel leuk dat je met dit en dan deze glitterliptopper, waar is die nou? Oh, hier. Dat je hiermee wel een hele leuke unicorn look kunt maken of zo voor een feestje of weet ik het veel. We gaan verder met nummer 19. Die is groot. Doekje of zo. Misschien een make-up remover doekje. Ja. Dat is precies wat het is. Een make-up remover doekje. En dan ook helemaal zo kerstachtig. Heel leuk gedaan wel weer. We zijn bijna klaar, jongens. Oh my god. Nummer 20. Die is hier. Ik hoop nog steeds op een lipstick. Nee, weer geen lipstick. Maar wel een prachtige rode nagellak. Heel erg mooi. Ik vind de kleur heel mooi. Het is een beetje een rood met een roze ondertoon. Nummer 21 hier beneden. Oh, die is groot. Een notitieboekje. Wauw, zoiets heb ik nog nooit gezien in een beauty adventkalender. Er staat op One Wish a Day. En dan heb je gewoon oprecht zo'n notitieboekje. Waarom vind ik dit leuk? Dit ga ik echt niet gebruiken of zo, maar toch vind ik het leuk. En het is gewoon zo'n notitieboekje om van alles in te schrijven. En dan hier heb je ook Do You Want to Build a Snowman? En dat soort dingen. It's about tada's. Oké, heel apart. It's written in the stars en hier. En dan heb je zo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En je kunt dan gewoon van alles opschrijven. Oké, ik denk dat er echt wel mensen zijn die dit gaan gebruiken. Ik vind het best wel cute. Vooral jonge meiden, denk ik. En hij is ook best wel dik. Dus je kunt hier echt wel eventjes gewoon mee doen. Nummer 22 is hier. Die is best wel dunnig. Highlighter stick. Een mini highlighter stick, jongens.
De kleur is wel heel licht. Die gaat sowieso te licht zijn voor mij. Maar je kunt die zo aanbrengen en dan een beetje zo indeppen met je vingers. En dan heb je een hele mooie glow. Dit vind ik wel een leuk product. Nummer 23 is ook weer in het flapje. Dus ik ben weer heel benieuwd wat dan weer hierin zit. Dat zo dun is dat het gewoon in het flapje kan. Tattoos. Body tattoos. Gewoon van die neppen. Ook weer heel leuk met kerst. Als je een beetje extra wilt zijn. Ik vind het ook altijd mooi zo hier. Niet dat ik dit echt gebruik. Maar ook weer voor jonge meiden of jongens. Is dit denk ik wel gewoon cute vol met kerst. Om een beetje extra te zijn. Maar ja, ik heb al genoeg tattoos. Hier. Hier en op mijn voet. Dus ik heb gewoon echte, dus ik hoef geen neppen. En dan last but not least, hopelijk nummer 24. Die is groot. We hebben dus helaas geen lipstick gehad. Vind ik wel jammer, maar oké. Ik maak hem gewoon even helemaal zo kapot. We hebben als laatste nog een kwast. Dit is een mini highlighter brush. Dit is wel leuk. Kijk ook even die verpakking. En hier zo, dit is zo waterig. Kijk, het beweegt echt. Zien we dit? Dat is wel echt heel leuk gedaan. Oké, dit is wel handig om te hebben. Weer zo'n gezichtskwast. Dan heb je nou een ogenkwast en een gezichtkwast. Waar is die ogenkwast? Hier heb je nou twee kwasten om een mooie look te maken. En dan zijn we klaar jongens. Dan is de adventkalender helemaal leeg. Oké, dit was dan de Essence 2020 adventkalender. Wat vind ik ervan? Ik vind het een leuke kalender voor een jong persoon. Ik raad de kalender absoluut niet aan voor volwassenen. Want er zitten gewoon een heleboel producten bij die echt zijn gericht op de wat jongere meiden. En die volwassenen niet 1, 2, 3 zouden gebruiken. Dus voor een jong meisje vind ik het echt wel gewoon een leuk kalender. Ik denk dat ze hier heel blij mee zou zijn. Dingen die ik persoonlijk echt zou gebruiken is deze mascara, deze lipbalm, deze lipstick. Dus er zitten wel echt een aantal dingetjes bij die ik ook zou gebruiken. Maar al met al vind ik de kalender gewoon meer geschikt voor een wat jonge persoon. Een jong meisje die van make-up houdt. Dus heb jij een kind, ben jij een jong meisje of whatever, dan raad ik hem jou zeker aan. Er zat ook geen nagelvel bij. Dat is ook echt top. Ik zie altijd in de betaalbare kalenders dat ze weer zo'n opvulproduct hebben van zo'n domme ass nagelvel. En dat had je niet. Er waren niet echt heel veel opvulproducten. Het waren gewoon best wel cute productjes. En voor de prijs vind ik het wel gewoon een cute adventkalendertje. Dus ja. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!